Ja, je moet wel bedenken. Zo. Let op, hè? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lief tatties. Welkom bij een nieuwe video. Nou, jongens. Wat is dan? It has begun. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik heb nu toch wel een hoop haren in mijn handen. En hier heb ik al een stuk of 6 van in mijn handen gehad. Jesse die lag op mijn haar. En toen ineens... hè, Jesse, jij lag op mijn haar, hè? Toen had jij ineens mama's haar in je hand, hè? Hij zegt, mama, kijk! Haar! Dus ja, echt ineens. Het is dag. Kijken, dag voor de 2 dagen voor de chemo. Dus ja, dag 12 is het. En ineens dat je echt denkt van, oké, ik kan nu, ik kan nu wel blijven dingen ze en je ziet het echt niet goed. Ja. Dus ja. De vraag is, wanneer is het tijd, hè? Want je weet toch dat het gaat gebeuren. En ik heb eigenlijk gezegd dat ik het wil doen als ik me nog goed voel. Want ik heb er eigenlijk geen zin in dat ik me echt hondsberoerd voel van die chemo. En dan ook nog eens... Mijn haar moet gaan scheren, wat ook al geen pretje is. Dan voel je je en beroerd en lelijk. Dus dan kan ik me beter gewoon goed voelen en dan denken van nou, hè, ik maak me een beetje op en ga het eraf halen. Zo, ja, sorry. Dit is niet normaal, hè? Oh. Dit is, ja. Het houdt niet meer op. Dit is wat er zou gebeuren, hè? Maar het is gewoon raar dat dit ineens zo... Ja. Van de een op andere moment. Ik zit net met Peter en Neri. Gewoon, ik zeg, oh, oké. Okay. Zit je vast? Oh. Ja. Wat te doen? Wat te doen? Want je denkt nu, ja, ik heb nu nog echt een hele bos haar. Je ziet er niks van. Nee, maar ja, dit gaat wel heel snel natuurlijk. Dit gaat nu natuurlijk heel snel. En wat ik al zeg, ja, ik wil me wel goed blijven voelen eigenlijk. Wat vind je ervan als we het vanavond doen? Strakjes bedoel ik. Kijk. Ik vind het prima. Wat zei toen straks... Mijn kankeremmer zit een beetje. Ja, maar dit was wel zo'n ding waarvan we wisten dat het ging komen. Een van de punten waar we overheen moeten, zeg maar. Ja, ja, jij vooral. Het is gewoon de hele dag door alleen maar tumor en kanker en dit en dat. Ja, we kunnen er niet omheen, hè? Nee. En het is ook gewoon super lief dat mensen daarna blijven vragen. Als ze het niet doen, dan ben je ook niet blij. Ja, het voelt zo tegenstrijdig om nu al zo'n bos met haar eraf te halen. Maar het is... Ik doe het nu nog met mijn hand. Maar als ik dit met een borstel ga doen... Ik ga het eens even doen. Een borstel? Ik ga even een borstel erin halen. Die schieten zo de kale plekken erin. Nou, je moet wel bedenken. Zo. En dan
hangt hier nog. Holy echt, shit. Er hangt hier ook nog heel veel. Je moet zien. Oh my god. Dat had ik niet verwacht. Ik had wel verwacht dat er nu veel... Maar ik heb net al... Ja. Vier van zulke handen. Het blijft nu natuurlijk komen. Oh. Er is in je haar nog niks, maar niet echt te zien. Ik heb zo knijter veel haar. Ja. Ik weet niet of ik moet lachen of huilen. Ja. Het is niet normaal. Ja, het is moeilijk het nieuws te zien. Als je het voor je haar houdt, is het niet te zien. Je moet het ernaast houden, dan schrik je je kapot. Holy crap. Dit is echt confronterend. Ja. Ja, maar ja. Ik vind het heel lastig hoor. Want je voelt, voor je gevoel, kijk, je haalt er dit nu uit. Maar voor je gevoel denk je, nou, ik zie nog een echt een hele volle bos. Maar... Het blijft komen. Het blijft komen gewoon. En... Ik zou heel de avond je haren blijven borstelen en is het vanavond weg. Ja, nee. Ja. Mama! Ja. Mam. Mama! Oh, God. Oké. Okay. Jezus. Ja, dat zei ik al, hè? Als je gaat borstelen, ben je nog benieuwd wat er dan gebeurt. Dus... Het blijft ook ja. Gewoon, het houdt niet op ook gewoon. Nee, wat je ook doet, het blijft doorgaan. Ik ga dan 4 of 5 van zulke halen. Nee. Goedemorgen. Het is de dag nadat mijn haar ineens uit begon te vallen. En ik voel de hele tijd een soort van gekriebel, een beetje geprikkel, een beetje gejeuk. Dus we gaan eens even kijken wat er met ronde 2 allemaal weer uitvalt. En het zal vast wel weer een hoop zijn. Ik ga eens even neer. Nou, ja, ik heb er wel een hoop weer in me. Zo'n rare gewaarwording. Dit is echt... Ik was heel wat haarverlies gewend hoor. Maar dit is echt... Alleen. Maar het is echt een hele hoop. Maar ik wil het er wel uit hebben, want het jeukt. Het is zo gek dat je... Je voelt het ook niet eens. Het is gewoon echt, je hebt ineens een plak haar in je handen, joh. Het is weer flink wat. Gaan we maar even weggooien. Daarnaast is het vandaag de dag voor hopelijk de tweede chemo. We gaan dus naar het ziekenhuis om 9 uur. Moet ik bloed laten prikken. Hopelijk kunnen ze een paar buisjes gelijk meer prikken voor de erfelijkheidsonderzoek. En dan gaan we een uur later even een afspraak bij de verpleegkundige. Zodat we de uitslag hebben van mijn bloedwaardes. En dan weten we dus ten eerste of die weer in orde zijn. Of ik een infectie heb. Zo niet allemaal en is het allemaal goed. Dan kan ik door voor de volgende ronde. Voel bijna naar die. Maar het is wel spannend natuurlijk om gewoon even te weten. Hoe heeft mijn lichaam erop gereageerd? Is die weer hersteld? Ben ik sterk genoeg? Ik heb zelf ook weer hartstikke slecht geslapen. Sergio die ook nachtdienst. Ik heb tot 3 uur weer wakker gelegen vanwege het hoesten en alles. Dus dat is niet fijn. En Sergio die komt eigenlijk net rechtstreeks uit zijn nachtdienst.
Die heeft misschien een uurtje geslapen of zo. Dus die is ook kapot. Maar we gaan door. Zo, nou. We zijn net in het ziekenhuis geweest om bloed te prikken. En ja, die voelde ik wel wat meer dan vorige keer. Ik zie hem ook wat meer nu, de afdruk ervan. Zou het ook te maken hebben met het feit dat je zo vaak geprikt wordt? Nou, ik heb wel gezegd van dat is wel mijn arm waarmee ik... Tuurlijk. Allee? Dat is wel de arm waarmee ik... waar ik mijn chemo ook in heb gehad. Dus misschien... In ieder geval, de uitslag is dat mijn immuunsysteem wel goed is teruggekomen. Hè. Dus dat zag er eigenlijk goed uit. Ze hoorden ook niks aan mijn longen en zo, dus dat is fijn. Alleen, ja, mijn lever heeft het blijkbaar wel zwaar te verduren gehad. En er waren allemaal verschillende onderdelen van, de, van die leverwaarden. En bij eentje zag ik dat het vorige keer een waarde had van 11. En nu zat het in de 200. Daar heb ik er verder geen verstand van, maar dat vind ik een groot verschil. Ze denkt dat ik wel gewoon door mag gaan voor de tweede chemo. Maar ze moet het uiteraard wel gaan overleggen met de artsen. Maar die zijn schijnbaar niet zo snel onder de indruk van dat soort Nee, ja, als zij al zegt, ik ga ervan uit dat, maar ik overleg het. Ja. Ja, dan zal het wel mee. Zal het niet super verontrustend zijn. Nee. Alleen, het was wel een puntje van overleg. Ja. Nou, dan kwam gelijk het volgende punt naar voren. Dat mijn haar natuurlijk is begonnen met uitvallen. En zij zei eigenlijk, week 3, dan is alles weg. Toen dacht ik, oké, als je daarmee bedoelt gewoon echt alles weg, dan, en ik kan morgen aan de tweede chemo, dan gaat het natuurlijk nog zoveel meer knijterhard, dan wil ik het er zelf over gaan halen. Dus ik heb contact opgenomen met Aderans Hair Center in Capelle, waar ik een hele mooie pruik heb uitgekozen van echt haar. En ik wil nogmaals iedereen echt zo ongelooflijk bedanken voor de donaties die zijn gedaan. Ik heb het als het goed is al verteld, maar ik weet niet meer zeker. Mijn schoonzus is zo ongelooflijk lief geweest om voor mijn verjaardag een crowdfunding op te zetten. Ter gelegenheid van een pruik. En daar is, nou ja, zo ongelooflijk veel gedeeld. Bijna 100 donaties, geloof ik wel. En ja, daarmee heb ik het eigenlijk zo goed als bij elkaar dat ik die hele mooie pruik kan kopen van echt haar, lang. Ik heb voor echt haar gekozen omdat het voor mezelf gewoon echt heel anders voelde dan synthetisch. Ik heb er ook van synthetisch opgehaald, maar die, ja, die blijft dan altijd gewoon zoals die is. En voor jezelf voelt die toch minder echt, terwijl die er wel heel mooi uitziet. Maar dit is gewoon echt haar. Als je er doorheen gaat, voel je het gewoon. En je kan, ja, er ook nog eens even wat anders mee. Dus die heb ik opgebeld. En ze hebben mij gevraagd of zij foto's mochten maken. Van mijn haar eraf en met haar, met een haarwerk. Dus daar heb ik ja op gezegd. Het is allemaal een beetje krap met tijd, want morgen is de eerste chemo. En ik heb eigenlijk gezegd, ik wil me gewoon tweede chemo. En ik wil me eigenlijk gewoon goed voelen als ik mijn haar eraf haal. En niet dat het dubbel is, dat ik me en ellendig voel en beroerd. En dan ook mijn haar, dat ik een hele pluk in mijn hand heb. En dat je je ook nog eens vet lelijk voelt. Dus I'm taking over control. En we gaan nu als de sodemieter Jesse Silver ophalen bij de gastouder. En dan gaan we door naar Capelle. Sergio is mee. Mijn moeder is mee. Want ik vind het ook fijn als zij erbij zijn als het gebeurt. En daarnaast kunnen ze Jesse een beetje in toom houden. En Sergio die heeft dadelijk een afspraak bij de acupuncturist. Dus als het allemaal te lang duurt, dan kan hij eerder weg. En dan kan hij daar ook nog naartoe. Want hij heeft knijtveel last van zijn hooikoorts. Dat hij gewoon bijna stikt. En dat een van ons ziek is, is al erg genoeg. Dus we zijn onderweg. Spannend. Dit is dus de laatste keer
met mijn eigen haar. Ik vond wel, hoe zeg je dat? Eigenlijk heel bijzonder dat nu telkens mijn haar zo uitviel. Dat ik denk, nou, het ziet er nu eigenlijk veel een stuk gezonder uit dan normaal. Maar het is wel. Het is wel, je ziet wel dat het aan het sterven is, zeg maar. Ik vind het wel, kijk hier ook, het is echt wel een stuk toffer. Ja. Oh. Ik vond het wel, ik vind het wel goed zitten. Het zit wel goed. Maar het is wel echt een heel stuk dunner al, dat voel ik. Als ik, een staart of iets, weet je, als ik het even bij elkaar pak. Maar het is nu gewoon echt, ja, elke keer als je hand er doorheen haalt, heb je gewoon een pluk. Dus hoe lang gaat het volhouden? En ik wil niet gewoon met kale plekken rond gaan lopen. Dus ik... Ik kom uit de nachtdienst, dus ik heb nul energie. Ja, precies. Dat heb ik al verteld, dat jij echt maar 1 uurtje geslapen hebt. Dus ja. Oké. Okay. Ik zeg net tegen mijn moeder, wat me altijd tof leek, was hier zo'n stuk afscheren, ja, zeg maar zo. En dan, weet je, nou, misschien kunnen we dat nog steeds zeggen. Van doe dat eens eerst, dan kan ik even kijken hoe dat nou staat. Ja. Maar, en dat heb ik nooit gedurfd en nou moet alles eraf. Maar ja, mijn haar ziet er altijd wel. Ik heb wel mijn mooie blanke skunkenensie. Sinead O'Connor. Sinead O'Connor, ja. Nothing compares to you. Ja, maar die had een inzinking. Ja. Ja. Wat zou ik zeggen? Ik weet niet meer. Van alles. Ik vind het wel dat spannend. Het gaat eraf. Het gaat eraf. Oh my god, Jonas. Zo, we hebben onze liefste poepie opgehaald. Was het gezellig bij Suus? Ja. Ja? Vind je het leuk dat we je komen ophalen? Ja. Ja? We gaan vandaag iets heel geks doen, Jessie. We gaan mama's haar eraf knippen. Ja. Wordt mama kaal? Ja. Ja? Ga jij dan helpen? Ja. Ja? Toppie. Toppie. Zo, we zijn aangekomen bij Aderans Benelux in Capelle aan de IJssel. Ze verwachten mij. En ja, het is een beetje onwerkelijk van dat het nu. Het gaat nu gebeuren gewoon. En ondertussen houd ik nog even een paar haren eruit. Oh, jij hebt daar geholpen om ze los te maken. Ik maak ze maar weer vast. Goed. Ben je klaar voor, mam? Als jij er maar klaar voor bent. Mama! Atja! Ik ben mijn oma. Is dat jouw oma? Ah. Ah, mijn oma. Hier, hoe bent oké. Nou, daar gaan we dan. Mama naar de kapper, hè? Ga je mama helpen? Ga je mama kaal scheren? Kort noemen we dat. Lekker pittig kort, zoals we dat noemen, hè? Ja. Lekker extreem pittig kort. Enige uitzondering. Enige uitzondering dat het mag. Dat het mag inderdaad. Oh, we moeten bellen. Sorry, we moeten bellen. We moeten bellen. Hair center? Ik denk het wel. Benelux. Internationaal. Ik denk dat de Benelux de dinges is. De groothandel. Zo. Er is iets. Nee! Je hebt nu al dat best wat uitvalt inderdaad. Ja. Ja, dan gaat het snel. Er zat ineens helemaal in mijn borst ook. Zeg, Jezus. Ja. Ja, kan ik mij voorstellen gewoon. Want ik heb zo'n grote bos. Ja, zeker. Nog steeds wel. Ja. Maar als je dan zo denkt, nou, het is wel minder dan dat ik gewend ben. Ja. Als je nu elke keer zo doet, dat je denkt, nou, ik was wel aardig wat gewend. Maar dit is wel overdreven. Dit is wel extreem. Ja. Ja. Nou ja, als je er klaar voor bent, dan ben je er nooit echt klaar voor. Nee. Maar we gaan helpen. Gewoon het haar echt mooi maken en zorgen dat je een fijne deur hebt. Ja. Ja. Ik ga hem bij jou op schoot zetten voor dit gedeelte. Ja, dat is goed. Ja, misschien wil die helpen. Nee, dat die, Ik dacht misschien kan hij even iets over. Ben je wel vasthouden? Ja, dat is toch. Dit is hoe jullie het willen hoor. Als je zegt, dat hij dat doet. Nee hoor.
Nou, als zij misschien samen die tondeus een beetje vast kan houden of zo. Het gaat meer om dat hij het ziet. Ja, mama. Kom even. Oh. Hij regelt wel. Mag ik vragen hoe jij heet? Hey, stoere vent. Hoe heet jij? Hoe heet jij? Kan jij vertellen hoe je heet? Ik ben Michelle. Hoe heet jij? Wat is jouw naam? Oh, ga je nou ineens niks meer zeggen? Ja. Ik zag dat jij zo goed kon zingen. Was ja, hè? Een artiest. Jij ook niet meer even? Ze begint ineens tegen me te praten. Wat is dit? Ja, maar jij gaat mij helpen, heb ik wel gehoord, toch? Ja, hè? Een beetje helpen met mama's haar, toch? Mama's haar knippen? Ja. Ja. Zal ik hem op die, mag hij op die kruk staan? Ja, zeker. Ga maar staan. Op je knieën zitten misschien? Op je knietjes ook even. Ja. Op je knieën. Of zitten. Zullen we hem de eerste laten doen? Dan kan hij gewoon nog... Als je weet wat hij moet doen. Ja. Kijk, weet je wat je dan moet doen? Ga maar staan. Staan. Deze maakt een beetje een gek geluid. En dan gaat hij mama's haartjes eraf halen. Zou je mij helpen? Ja. Zo. Doe maar hier zo. Dan krijgt mama dadelijk weer helemaal mooi haar terug, hè? Zo. Doe maar even die zo. Maar dat ging ze, liefie. Ik ben bang houden, ik ben bang dood. Ik ben bang houden. Doe het geen ouwe, liefie. Je gaat mij een hele mooie kapsel geven. Ik ben ouwe. Wat zeg je? Ik ben ouwe, mama. Nee, ja? Toch? Doe het niet ouwe. Wil je even een kusje geven erop dan? Is het eng, man? Ja, is het eng? Oh. Ja, ik zie het niet. Nee, maar het is... Maar je hebt nu al een goed stukje geholpen, toch? Ja. Ja? Er is nog meer. Ja, er is nog meer. Ja. Zal ik het onderste doen? Ja. Ja? Kijk, hier zitten. Wat voor kleur ben ik? Iets meer. Hij is donker. Ja. Doe je dan? Ja. Ja. Die is zo'n bos eigenlijk. Wat? Nee. Ja, dat is zo raar. Ja. Dus ik denk, ik heb zo'n bos. Ja, maar goed dat je nu wel gekomen bent. Anders gaat het denk ik helemaal in elkaar klitten. Ja, dat zei je al. Ja. Maar dit is ook een mooie look, schat. Vind je? Dat is een oude vriend. Gaat het, schat? Ja, het is... Vind je me nog leuk? Niet zozeer dat het eraf gaat, hoor, maar... Met Jessie erbij. Ja. Hey Jessie, mama is bijna kaal. Heb je dat gezien? Hij is al klaar. Hè? Mama's haar is een beetje af. Ja, dat is haar. Mama, haar dan. Het zou wel lekker zijn in bed, denk ik. Dus ik nu elke keer dat ik echt denk, oh, mijn haar, man. Maar wel al grijs. Wat zie je nu beter? Je bent vergeten eerst die zijkant te scheren. Oh ja. Want je wilde het vragen. Ik zei,
als ik naar de kapper ging, dan dacht ik altijd, oh, dat lijkt me zo tof dat je zo de zijkant hebt geschoren en zo. Maar dat durfde ik dan nooit. Ik zeg, nou moet alles erop. Eerst de bovenkant, ik kan de zijkant laten staan. Heb je ogen? Ja. Je hebt wel een mooie hoofd, vond ik. Ik wou me inderdaad net vragen. Ik dacht al dat ik een heel rond hoofd had, maar dan weet je nooit wat eronder zit. Nee. Bij sommigen komen ineens beuken tevoorschijn, maar ja. Bij jou niet. Oh, wat gelukkig. Ik heb een ander shirtje meegenomen. Ik dacht, als ik een kale kop heb, dan is zwart misschien toch van. Nou, wat je fijn vindt als je zegt. Zal ik even zo'n zwart ding aan doen? Ik vind je echt knap zo. Ja, ja, ik vind het echt gaaf. Ja, dat is ook mooi hoor, maar je kan het echt goed hebben. Wat is er nou? Hoi. Wil je voelen? Wil je voelen? Ik ben jouw mama. Dat is, ja, dat is jouw mama. Hoe is het? Oh, het lijkt wel fluweel. Kom maar, gaan we even doen. Nee, dat hoeft niet hoor, schat. Ik hier. Ik voor mama. Oh. Ik heb het niet gezien. Had je nog niet gezien? Oh. Dat is mama's haar op de grond. Mama. Ja? Daar komt mama van mama haar. Is dat mama de haar? Ik had toch nog best wel veel haar, hè? Ja. Nou, het staat je echt gelukkig. Echt een lief kopje zo. Ja. Ah, wat is dat doen allemaal? Ja, ik voel mama. Ja. Ja. Zou ik de zwarte ding aan doen? Ja. Nee, mama kaal, papa over een maandje kaal. Komt helemaal goed. Dat is niet heel vervallen, is lekker plat. Ja. Had je goed erin gezet? Ja. Ik neem hier. Ja, dat gaat nog weg. Dit gaat nog weg. Wat vind je ervan? Het stinkt, hè, wat je. Ja, wat je ook goed. Ja. Ja. Dat is mooi, leuk. En of vind je het bij mama staan? Vind je het mooi? Jessie. Jessie Silva. Oké, gezondheid. Poepie. Hij is een visagist. Ja, wil je visagist? Nou, volgens mij vindt hij het wel mooi. Vind je het mooi? Ja, leuk. Ja, ja, ja. Gaan we borstelen bij mama? Gaan we de haar mooi maken? Gaan we mama op schoot zitten? Kijk, doen we zo. Even zo. Ja. Ik is hier. Oh ja, dat is ook goed. Het ziet er gewoon heel erg goed uit. Ja, dat is echt mooi. En ook, zelfs nu is het weer zo gesteld dat vroeger. Hè? Ja, wat zeg je schatje? Wat hè? Ik ga nog hier. Oh ja, is goed. Ik denk serieus, als je natuurlijk als dat ding afgeknipt is en zo, en je zou nu naar het feestje gaan van mijn zus bijvoorbeeld. Zien ze het dat niet. Niemand het ziet. Nee, dat denk ik ook niet. Echt, echt heel blij mee. Dan zet ik hem weer even af, dan knip ik het lees gewoon mooi op maat. Hij is nog niet klaar. Oh, nog meer? Zit er nog wat? Ja, heel mooi. Mooi. Kijk, daar komt hij weer, hè. Let op, hè. Let op, hè. Kiek, kiek. Huh? Waar is hij nou? Ik ga maar even af. Oh. Het zou niet verbaasd zijn als je ervoor kiest om ook zo te lopen. Ja, nu zit er. Wat is dat nou? Nu zit er nog wat. Ja, daar is het kaal kaal. Dit is ook wat het begin is. Op het moment dat jij weer gaat groeien. Ja, dat komt ook weer terug zo. Ja, precies. Wat is dat nou? Mama, de haartjes eraf. En heeft ze gewoon, als ze wel zin heeft in haartjes, doet ze die op. Maar hij zit echt heel mooi, hè, Ser? Ja, voor wat is dat nou? Wat is dat nou? Ja, je wil niet dat nou. Je wil niet weten hoeveel mensen het hebben, hè? Ja. Ze hebben weer echt niet geloofd hoeveel mensen het hebben. Ja. Maar ook van haar leven. 1 op 3 mensen krijgt gemaakt. Zullen we even fotootjes maken buiten? Ja, we komen eraan. Eens eventjes de buggy pakken. Ja, het is gebeurd, het is eraf. Ja, misstaat er niet. Dus wat mij betreft niet voor altijd, maar voor nu kan het niet anders. En,
haar staat alles toch? Hoe voelt het zo buiten, schat? Ja, goed. Ja. Ik zat echt zo. Oh, was even weer nog met mijn foto samen. Ja. Nou jongens. The new you. Het is eraf. Voor nu. Holy ik zei shit. Net al, ik zeg, ze kan het hebben. Maar voor mij niet voor lange termijn dit hoor. Ik kan nog niet een ei over het bolletje geven, dat vind ik nog een beetje te moeilijk. Ja. Het is voor hetzelfde als dat er bij jou is, denk ik. Ja. Als jij het zegt, dan gaat het aan. Je ziet inderdaad wel een beetje dunnere plekjes. Maar ik moet wel zeggen, je blijft gewoon power stralen. En Jess? Ja? Vind jij ervan? Toppie? Ja. Is het toppie? Oh shit. Dat ging niet goed. Heftige. Oh, ik heb wel make-up op gedaan. Wacht even. Waar is Jen? Ja, nou is Jen weer weg. Ik snap er niks van. Wacht even. Nou, ik vind het ook niet slecht staan. Oh, wacht even. Daar komt ze weer. Nou, wacht even hoor. Hé, hey, maar echt hè? Ik vind het super cool. Ik vind het echt hartstikke gaaf. Ja. Ja, het was even wennen. Maar Oh ja. Dank je. Ik zie niks meer. Het is heel donker. Oh ja, jij ziet nu niks. Waarom? Ik vind het echt cool. Ja, ik vind het echt super mooi. Ik word zo koud. Nou ja, kijk, nu heb ik natuurlijk nog een beetje haar. Oh, wacht even. Ben ik nou... Wacht even hoor, Lau, het gaat helemaal niet goed. Nou, goed gekeurd aan mijn zus en mijn nichtje. Waar liggen we dan? Dit voelt heel raar, mijn hoofd op een kussen zo. Ja, dat geloof ik wel, ja. Hoe vind je dit nou, Poppy? Kan je het aan? Om het zo te zien. Ja, ik hou niet minder van je, toch? Wat is dat nou voor politiek correct antwoord? Ja. Iets voor ik kan vinden, zeg Jezus. Dit is wel haar natuurlijk. Ja.
kleuren. Heb je liever dat ik een hoedje draag? Nee, je kan het. Ik kan het wel aan. En ik weet het. Waardoor het komt. En dat is allemaal te handelen, zeg maar. Ja, kijk. Het misstaat je niet, je kan het hebben, maar ik vind het gewoon niet mooi. Je weet hoe ik over kort haar denk. Ja. Maar, ja. Het is, je rokt het wel, zeg maar, weet je. Je doet het wel. Ja, ik vind je met lang haar wel veel mooier. Die heb ik ook. Nee. Je, soms dan denk je van, nou, wil even lekker wat anders. Ja. Nu kan even kleine, wat anders op. Kleine aanpassing. Welke René wil je vandaag hebben? Ik wil van mij René. Jezus. Ah. Nou, Jesse gaat er ook wel goed mee om. Hij zei vandaag wel, mama haat je ze na. Ja, ik zou het veel beter. Mama haat je ze na. En Lady zo. Eeuw. Serieus? Wil je vandaag Chanel de Corner? Of Chia Jai? Heel goed. Maar een beetje. Weer nog steeds. Ik ben benieuwd hoe lang dit. Want nu heb ik nog een beetje stoppels. Wanneer dat weggaat. De komende week had ze gezegd. Ja. Maar het is in ieder geval wel weer een drempel. Die weer heel erg lang. Eerst geen moment geweest. Maar we gaan eraf. En telkens weer. Bepaalde dingen waar je ja, naartoe leven is misschien iets te positief gesteld, maar ja, ja. Nou ja, ik wou zeggen hoe jij daarmee omgaat en dat je zo naar de dingen toe leeft. Ja, het moet. Het is niet dat je het, doet omdat het leuk is allemaal. Dus, nee. Maar je doet het wel heel positief en sterk. Dus dat maakt het allemaal wel een beetje te handelen. Nee, ik ben blij dat we het hebben gedaan zoals we het nu hebben gedaan. Ja, het is zoals je het wilde. Zoals jij het voor ogen had. En zo is het gegaan. Ja. Ik ben heel benieuwd wat jullie van mijn gabba kopje vinden. Ik dacht dat je het over je kapsel had. Nothing compares to you. Vond je dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En vergeet niet te scheren, abonneren. Nou. Heb ik jullie al heel erg bedankt trouwens voor de bijdrage aan mijn bruid. Volgens mij pas 4 keer, dus het is goed dat je meer vaders hebt. Nou, dat was wel echt de beste birthday present ever, toch? Ja. Van iedereen die daar aan mee is. Daar ben ik echt nogmaals ontzettend dankbaar voor. Dus echt heel erg bedankt. En nou, nogmaals, voor dit tof vlog, doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je op de hoogte wil blijven. En heel erg bedankt voor jullie medeleven.
Sorry, ik ben nog steeds heel erg verkouden. En we zien jullie weer tot de volgende vlog. Ciao. I just wanna see where your love can take me.